Nou jongens, kennen jullie Bob nog? Die heel aardig was altijd en zo. Nou, hij is vermist. Na de reis terug hier naartoe vanuit die andere hele rijke stad. Waardoor we door dat ding daar zijn gekomen. Is hij ergens vermist geraakt. Ik liep door en ik kon hem niet meer zien. En hij werd in één keer duizelig en hij viel zo flauw. Zo van, oh, snel ren. Want daarna zag ik een spin. En die kant op gerend. En dat was niet leuk. Dat zag er niet zo leuk uit. En eigenlijk wil ik vandaag burgemeester worden. Dus wat ik ga doen is... Kijken. Waar zit dat knopje ook alweer? Video. Paraat. Going to view die zo tegen de jongen of zo. Dat was toch een niet zo fijn uit. En nu wil je. Hoe voel je die? Ik geef een meisje toe. Alsof ik moet gaan slapen. Ik ga weer voor de tv zitten hoor. Het is niet bepaald leuk wat er gisteren op was gebeurd. En ik ben benieuwd. Oh, wat pijn. Goedemorgen. Ik heb volgens mij heel kort geslapen, maar ik ben benieuwd trouwens naar mijn stad. Ik weet niet of jullie die nog een beetje kennen. Oh ja, ik zou naar de burgemeester gaan. Dat zou ik nog doen. Dat was ik helemaal vergeten. Wie is de burgemeester? Zou zomaar iemand anders kunnen zijn, want eerst was het een blauwe guy. Een blauw mens. Maar, kijk, dan doen we dit pakje aan. Misschien herkent de burgemeester mij wel. Dus we gaan naar binnen. De burgemeester kennen mij, dan doen we het pakje aan, en anders doen we het pakje uit. Eigenlijk alleen de politie kent mij. Eigenlijk kent het mij, kent de politie mij nog? Ik denk zelfs dat de politie mij niet meer kent. Dus dat is eigenlijk wel een beetje raar. Huis nummer 15. Hallo mevrouw. Oh, hallo. Ik wou eigenlijk burgemeester. Ja, dat kan. En hoe zou dat kunnen? Nou, dat zal ik je eventjes vertellen. Want dan moet je eventjes wat doen. Namelijk, dan moet jij even in de boekjes schrijven. In deze moet je. Ik zal mij geven waarom je burgemeester wil worden. Alsjeblieft. Oh, je hebt meer. Ik heb hem niet. Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Oké, ik ga even opschrijven hoor. Ik ga even hier zitten. Is het goed dat ik buiten zit?
Nee, maar je mag wel alleen even hier naar boven lopen. Alleen één verdieping omhoog en dan opschrijven. Oké, we gaan hier even zitten. Oh. Oké, maar wat gaan we erin schrijven? Oh, ik waarom gebeurde er dat? Hallo, ik wil graag burgen meester worden. Dat ik daarvoor gestudeerd heb. Ik heb daar helemaal niet voor gestudeerd, want ik schreef wel een titel invoegen. Ster, zo. En de auteur is onbekend. Alleen dat gaan we als auteur doen. De auteur is Mitch. Dus. Zo. Oké, we hebben het boekje. Gooi op deze hier. Hallo. Ik ben er met het boekje. Alsjeblieft. Oh. Eens even lezen. Hallo. Ik wil graag burgemeester worden. Omdat ik daarvoor gestudeerd heb. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Oké. Okay. Nou, dan zet ik dit boekje hierin. Oh. Zie. En dan heeft u... Krijgt u dit boekje nog extra van mij? Alsjeblieft. Hé. Hey. Alsjeblieft. Aan papier. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Je wint 100 diamonds. Die 100 diamonds hoef ik niet. Ik wil burgemeester worden. Alsjeblieft. Oké. Okay. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Maar oké, okay, is goed. Die boekjes moet je regelmatig aan iedereen geven. En dan ga ik nu vertrekken. Doei. Nou ben ik dus officieel burgemeester. Oké. Okay. Het is een beetje raar. Maar ja. Dan was dit ook het einde van de video in het burgemeesterhokje. Doei. Later.